En luchtvaartmaatschappij FlyAlways heeft gisteren haar passagiers meegedeeld dat zij tussen 17 en 31 januari alle vluchten van Paramaribo naar Curaçao en omgekeerd heeft gecanceld. De reden van het schrappen van de vluchten is volgens FlyAlways technisch onderhoud aan het toestel. Passagiers die een ticket geboekt hebben, kunnen hun geld terugkrijgen of moeten een andere vlucht boeken na 31 januari. Een vlucht van FlyAlways van Curaçao naar Paramaribo was al op zondag 24 december 2017 geannuleerd, wegens een technisch mankement aan het toestel. Enkele passagiers waren daardoor gedwongen kerstnacht in een hotel door te brengen. De maatschappij heeft 2 keer per week vluchten van Paramaribo naar Curaçao. Verder heeft de maatschappij een vloot van slechts 2 Fokker F-70 toestellen.